Met vandaag Ronald Giphart. Ja, wij hebben thuis een nakomertje dat alweer zo'n 10 jaar oud is. En bij een nakomer lijkt het soms net alsof je een proefklein kindje hebt rondlopen. De ouders van het jong, dat zijn dus mijn vrouw en ik, zijn tegenover hem veel meer ontspannen dan zij destijds omgingen met die andere twee. En daar weet het joch goed gebruik van te maken. Als wij om 8:30 zeggen dat hij nu echt naar boven moet om zijn tanden te poetsen en te gaan slapen, dan kijkt hij ons met zijn grootste ogen heel leep aan. Maar mama en papa, ik vind het veel leuker om nog even bij jullie te zitten. Daar word ik zo blij van. Flinke ouders die daar dan niet intrappen. Ons nakomertje is, zoals het gaat met het jongste gezinsleden, de clown van de familie, de huisidioot. Het jongetje dat iedereen in weken vertedering weet te versieren. De afgelopen dagen was hij echter een beetje uit zijn doen. En zijn clowneske gedrag was verdwenen. Hij moest 's avonds een keertje huilen en hij kon een halve nacht niet slapen. Tot 3 keer toe klopte hij op onze deur. Ik ben bang dat ik hele grote wallen krijg, zei hij jammerend. Uiteraard wilden wij weten wat er aan de hand was. In vroeger tijden zou ik dat een Bill Cosby-moment hebben genoemd, voordat de perfecte tv-huisvader werd ontmaskerd als de aanrander die vrouwen drogeert. Omdat hij niet kon slapen, mocht ons jongetje zijn matras op onze kamer neerleggen. Gaat alles wel goed? Vroegen wij, niet bezorgd, maar wel alert. De afgelopen weken werd er in de media, ook op deze zender, veel gepraat over pesten en andere zaken die kinderen aangaan. Onze clown is ons nakomertje. Met de twee voorkomers hebben we dit natuurlijk al lang meegemaakt. Kinderleed kan door je ziel snijden, maar is vaak ook binnen een poep en een scheet weer opgelost. Zijn er soms vervelende dingen gebeurd, vroeg ik. Wil je wat vertellen? Mijn zoon schudde zijn hoofd en liet zich huilend in zijn kussen zakken. En op dat moment begreep mijn vrouw wat er aan de hand was. Deze week gaat hij met groep 7 en 8 op schoolkamp naar kamp De Buiteling in Wenum-Wiesel in Gelderland. 4 hele dagen en 3 nachten weg van huis en haard. En vanmorgen was het zover. Gewapend met een enorme tas liepen we naar het schoolplein. In die tas zaten sportschoenen, kaplaarzen, sloffen, regenkleding, zwemkleding, nettenkleding, verkleedkleding voor de bonte avond, een zaklantaarn, pyjama, slaapzak, boeken, spelletjes, etc. De tas was zwaarder dan mijn zoon zelf. En op het schoolplein bleek hij niet de enige te zijn die nerveus was geweest om te gaan slapen. Er heerste een opgewonden, uitgelaten, verwachtingsvolle en gespannen stemming. En dan heb ik het dus over de ouders die zich bij om de tourbus verzamelden. Die bus had heel handig getinte ruiten, waardoor het een paar keer gebeurde dat een kind even de bus uit moest om een ouder toe te roepen: hey, je staat naar het verkeerde raam te zwaaien. Na een stief kwartiertje energievol afscheid nemen reed de bus weg. Om het vertrek luister bij te zetten toeterde de chauffeur 3 keer langdurig. De bus sloeg de hoek om en de kinderen verdwenen uit het zicht. Inmiddels word ook ik nu toch echt geplaagd door een onbestemde spanning. 3 dagen de hort op in Wenum-Wiesel. Wat een feest zal dat zijn. Ik weet nu al dat ik de komende nachten zal gaan werken aan mijn wallen. Het zijn niet de kinderen die weggaan. Het zijn de ouders die achterblijven. Ja, mooi.